Oh mijn god. Eeuw. Oh my fucking god. Ah, condooms. Oh. Eeuw. Oh, dit is een iPhone 12. Hoi allemaal. Leuk te kijken naar deze nieuwe video. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En voor als je nieuw bent, vergeet zeker niet op de abonneerknop te klikken. Ik zie dat een hoop van jullie wel kijken en niet geabonneerd zijn. Dus support your girl, show some love en klik op die abonneerknop. Ik heb vandaag echt niet normaal leuke video. Ik ben hier zo benieuwd naar. Ik heb namelijk een zak. En wat voor een zak. Helemaal vol. Met AliExpress pakketjes. Verloren AliExpress pakketjes. En die ga ik allemaal unboxen. Ik heb geen idee wat erin zit. En dat is het leuke eraan. Ik zag een advertentie bij komen op Facebook. En ik zag een TikTok. Ik heb meteen dat nummer geappt. En het blijkt dus hier uit de buurt te zijn. Dus ik... Ja, het is letterlijk waar ik woon, kon ik het ophalen. Ik kon een zak van 100 pakketjes kopen voor 50 euro. Dus dat heb ik gedaan. En ik ga ze nu allemaal unboxen. Ik ben echt zo benieuwd. Ik weet niet hoeveel er zijn. Ik denk dat er iets meer dan 100 zijn. Het is echt zoveel, jongens. Dus oh my god. Ik weet niet of het helemaal legaal is. Maar ja, je kon het kopen. Het moest ook cash. Dus geen idee. Sorry voor de mensen die hun pakketje verloren zijn. Het is volgens mij echt pakketjes over de hele wereld. Hier Finland. Bijna alles is Finland. Nou, alles is zowat als Finland. Heb je nou veel zin in deze video en ben je benieuwd wat er in het pakketje zit? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet ook zeker niet op mijn kanaal te abonneren en doe de notificatiebel aan. En vergeet me zeker niet te volgen op Instagram, dus @sarahverwoerd. Ja, ik ben echt zo benieuwd. Dit is echt de leukste en soort spannendste video die ik ooit heb gemaakt. Dus laten we maar snel gaan beginnen met openen. Besef hoeveel pakketjes dit zijn. Het zijn er echt meer dan 100 hoor. Ik weet niet. Maar er lijkt toch geen einde aan te komen gewoon. Het is ongelooflijk. Oké, we gaan beginnen met het eerste pakketje. Ik heb echt... Het is allemaal uit Finland. Ik heb niet eens hierheen gekeken. Oh, oké. Eeuw, wat is dit? Het zijn visdingen of zo. Hier, dat is voor jou. Die is goed. Ik dacht dat het wormen waren. Ja, ik dacht ook dat het lezen. Dingen wat je aan je haak kan doen als je wil vissen. Okay, dit is... Eeuw, maar ik ben eigenlijk best wel bang. Ze komen er allemaal raar. Dit zijn skelethandschoenen. Nou, dat is best wel leuk. Ik wil er nog een Halloween feest geven. Oh, dit is met touchscreen. Dat is op zich best chill. Maar ja, ik ga natuurlijk niet met skelethandschoenen lopen. Maar dit is wel leuk voor als je een Halloween feest geeft. Dit zijn dingen. Ja, van die dingen wat je op je trui kan strijken. Nou, daar heb ik ook echt helemaal niks aan. Maar wat ga ik eigenlijk met alles doen waar ik niks aan heb? De batterij is bijna op, maar ik heb een nieuwe mee. Oké, ik ben echt benieuwd naar dit. Dit is in aluminium verpakt. Of hoe noem je dat? Piepschuim. Zo zit er een of ander beest in of zo. Daar ben ik zo bang voor. Is dit? Dit is een klein... Dit is wel leuk voor Emiel. Een kleine trekker of tractor. Ja, maar hier kom ik toch gewoon niet doorheen. Oké, dit is... Dit is een kettingtje. Een zilver kettingtje. Met een hartje eraan. Nou, ik draag geen zilver, dus hier heb ik niks aan. Iedereen uit Finland zit hier even te kijken van... Oké, dat is mijn pakket. Oh, dit is... ik weet niet wat dit is. Oogpads of zo. Oh, wacht. Ik weet het al. Dit is een oogschaduwpalet. Die dingen, die kan je onder je ogen doen. Zodat dan die oogschaduw daarop valt. In plaats van op je make-up. Dat is op zich best wel handig. Stel... Dit is gewoon een goed oogschaduwpalet. Dat is best wel leuk. Wow, dit is gewoon oprecht mooi. Het is gewoon een mooi oogschaduwpalet. Een ballon? Nee. Dat is ook, dat is voor mij. Doe jij even al die plastic hierin dan? Nee. Nou, dan laat ik het lekker als een rommel. Nee. Ga lekker in je rommel maken hier. Oké. Oh, dat zijn nepbloemen. Sierbloemen die nep zijn. Oké, dan hebben we hier... Dit is een sticker, denk ik. Kan opplakken ergens. Geen idee. Oké, dan hebben we hier iets diks. Oh, dit is een haarklem. Oké. Misschien als je make-up gaat doen, is het handig om je haar in een klem te doen. Velletjes stof. Dit slaat ook weer... Oh nee, dit is niet een... Dit is gewoon een sjaal of zo. Een doekje. Kunnen jullie niet ook beter ondertussen even een beetje... Ja, want anders komt er geen einde aan. Er zijn allemaal stickers. Ja, wat heb je hier aan? Wat ga ik allemaal... Ik ga gewoon naar de kringloop, denk ik. Oké, ik heb hier een doosje. Daar ben ik wel benieuwd naar. Screen protector, of niet? Ja, dit is een screen protector. Maar waar is de screen protector? Die zit er niet bij. Nee. Oh mijn god. Hier is de rest. Ja, oh mijn god. Maar dit is best handig. Oh, maar dit is voor een telefoon waar je helemaal niks... Ja, screen protector voor een telefoon die ik niet heb. Het zijn hele snelle plangaas. Hele snelle plangaas dit. Oh my lord.
scrunchie. Een scrunchie. Hier, heel mooi. Nog een screen protector. Het zijn twee oorbellen of zo. Hier nog een screen protector. iPhone. Oh, dit is een iPhone 12. Oh nee. Ofwel. Ja, dit is een iPhone 12 screen protector. Oh, dat is echt heel chill. Dit zijn vlinders voor decoratie. Oké, okay, wat is het? Knoop. Een knoop. Oké. Okay. Hey. Wat? Dit is handig. Ja, een oplader niet voor onze telefoon. Voor een box. Ja, voor een JBL box. Ja. Dit is nog een screen protector. Oh my fucking god. Maar dit is voor een iPhone 5 of zo, denk ik. Wat? Wat? Ketting. Dat is. Oh, maar die. Dit is wel leuk. Dit kan je op een taart doen. Dit is echt heel leuk. Zo, iemand is jarig. Dan kan je dit op een taart doen. Oké, dat vind ik echt leuk. Wat is dat? We moeten nu lang werpen. Haal dit eruit. Oh! Er zit geen poep uit. Dit kan je niet opblazen. Oh, dat is vroeger. Dit is voor zo'n clown. Nou, dit is allemaal wol. Ja, dat is voor je teeth whitening inderdaad. Nee. Daar kun je je tanden mee bleken. Maar ik weet niet hoe dat werkt. Er moet een batterij in. Ja, dat denk ik ook. Pikachu. Sokken. Ja, dit zijn sokken. Nou, die mag jij, Stan. Op zich, ik vind deze best wel leuk. Ik wil deze zelf. Ik vind deze wel leuk. Hier, voor je iPhone. Een iPhone oplader. Oh my god. Dat is gewoon echt handig. In de auto of zo. Leg eens in de auto. Dit zijn allemaal ringetjes voor in je oor of zo. Ja, wat heb je dingen? Is dit? Weet iemand wat het is? Let me know. En dit zijn figuurtjes. I don't know. Eeuw, oh, dit is nephaar. Gaaf. What the fuck, ouwe. Een pony. Dit is een pony. Dit is een pony. Oh my god. Ik wil dit indoen. Vanaf die andere. Kijk hoe leuk dat staat bij mij. Nee. Dit is echt afschuwelijk. En dit is, oh. Huh? Dat je een SD-kaart in je telefoon kan doen. Wat is dit allemaal? Een adapter. Oh. Oké, maar ik mis alles. Oh, dit zijn hele handige elastiekjes voor als je een strakke staart wil maken. En dit zijn allemaal AUX. Nee, kan je erin doen. Dingen voor dat het niet vies wordt. Ja. Drie. Woe! Hoe komen mensen erop om dit te bestellen en zo? Rustig. Er zit echt zoveel in nog. Het is echt absurd. Er zit niks in. Niks? Gefopt. Stel, er zit gewoon ergens een drol in. Ah, condooms. Oh joh. Ah, ik ga stuk allemaal condooms. Oh, dit zijn gewoon kleine condooms, denk ik. Touch my heart. Ik ga stuk. Dit is een hoesje voor. Maar dit zijn helemaal niet AirPods vorm. Maar ik ga eens kijken wat erin zit. What the fuck is dit? Ik heb echt geen idee. Toch? Ja! Wow, allemaal make-up sponsen. Dat is wel handig oprecht. Dit is een hoesje voor een AirPods, maar dan niet AirPods. Wat is dit? String of zo? Oh nee, haarband denk ik. Een sticker. Dit is ook een hele mooie bril. Wat? Oh, weer visjes van spullen. Niet? Oh nou, maar dit is ook weer vishaakjes. Dit is hele mooie oorbellen of zo. Leuke haarstrikken. Nog meer visserspullen. Nou, jij moet ook nog even dingen openmaken. Weet je wat ik aan het doen ben? Oh, wat erg allemaal. Hier, dit weer. Nog een keer hetzelfde pakket voor oogschaduw en hetzelfde oogschaduwpalet. Dit zijn hulpmiddelen voor een eyeliner zetten. Wat de fuck. Een afstandsbediening. Hebben jullie zo'n soort tv? Ja. Echt? Wil je deze? Nou, een afstandsbediening. Dit zijn stickers, denk ik. Dit is washi tape. Dit is allemaal dingetjes. Ja, allemaal dosjes. Oh, dit is een puzzel. Dit is echt leuk voor Emiel. Die houdt van panda's. Emiel is trouwens mijn neefje. Als ga mee naar huis, hè? Nee. Dit is een telefoonhoesje voor niet een iPhone. Dus je moet niet aan. Jullie gaan zo snel. Ik hou het niet eens bij. Oké, dit zijn rare oorbellen. Oh mijn god, dit vind ik leuk. Maar dit slaat echt nergens op wat je leuk vindt. Maar dit is een slaapmasker. Oh, ja, ik weet niet wat. In het vliegtuig. Dit is gewoon schattig. Ik heb echt geen idee. Wat is dit? Onderdelen voor een computer of zo. Geen idee. Wat is dit allemaal? Dit is een hoesje. Ik weet ook niet wat dit is.
Geen idee. Dit is echt wel grappig. Dat zijn emoji stickers. Gewoon een kleed. Ik zit er nog in. Ik denk dat we iets over de helft zijn nu. Belachelijk. Ja, dat is echt belachelijk. Oh mijn god, dit zijn... Oh, ik dacht shotglaasjes, maar... Dit zijn spuiten voor een, in een spuitzak. Oh mijn god! Wat voor naam? Een McDonald's beanie. Dit is wel echt wat voor als ik naar de McDonald's ga, dan ga ik dit gewoon opdoen. Maar er zat een hele rare naam op. Ik denk van wie die beanie heeft besteld. Een BH, what the fuck? Oh, een heel set, joh. Reset. Stinker. Een ballon dat je kan opblazen. Die is ruik aan. Ik ruik niks. Nou, wat ruik je dan? Ruik aan. Schijf. Oh mijn god, nog meer. Allemaal. Hey, iPhone 12 hoesje. Kijken. Oh, maar deze vind ik echt stom. Ja, doe het om. Nee, ik vind het stom. Dus het stinkt het heel erg. Ik ruik het helemaal niet. Waar ruikt het naar dan? Allemaal stickers. Bullshit. Dit zijn stickers voor op de wc. Toilet. De plassen. Dit is een bakje waar je dingen in kan bewaren. Oh my god, ik heb gewoon een telefoon. Nee, dat is grap. Het is de achterkant. Wat is dit? Dit zijn ook allemaal screen protectors. Allemaal screen protectors. Leuke rietjes of zo. We zijn altijd er wel allemaal in. Ja. Ik heb hier allemaal Nerf-pijlen, hoor ik. Ik heb echt geen idee wat dit betekent. Dit is nog meer condooms. Nee, ballonnen. Oh. Op zich vind ik ballonnen wel leuk voor een feestje. Dit is klittenband. Oh, klittenband. Allemaal kleuren, washi tape. Kokringen, zei dat nou? Allemaal bolletjes. Nog meer lingerie van hetzelfde soort. Wat? Oh nee, dit is echt geen lingerie. Ik weet... Een stofje. Nog een heel groot stofje. Oh mijn god. Saar, waarom is dit hier in die troep? Ja, jij wilde dit. Nog meer stickers. Dit zijn allemaal. Geen idee wat dit is. Als iemand het weet. Oh, hier kon je piercing mee zetten. Gadver, dit zou ik echt nooit doen. Allemaal mondkapjes. Hele lelijke. Een sleutelhanger. Drive safe. I need you here with me. Nog een sleutelhanger. Hier een rood armbandje. Een paar stickers. Oh, dit is een verf. Goud en zilver. Dat vind ik wel leuk. Daar kun je een leuk DIY mee maken. Dit zijn allemaal glitters. Ik weet niet wat je ermee wil. Alle dingen. Merry Christmas. Nou, dit is wel heel te laat geleverd. Dit is allemaal kerstschablonen. Dit is een zonnebril. En wat voor... Wat voor een? Wat is dit? Dit is echt gewoon amazing. Maar dat is gewoon makkelijk. Hé, nog een telefoonhoesje, maar deze is best wel leuk. Dit is een... Oh, hier kun je sushi mee maken. Kun je sushi mee maken? Een driehoekig sushiballetje of zo. Ik heb hier een hele, hele lelijke roze ring. Oh, hier kan je zeg maar je ring in doen. Als je iemand een huwelijk wil vragen, of niet? Dus dan. Het is een ringendoosje of zo. Of glow in the dark flower. Nee, nee. Nou, God mag weten wat dit is. I don't fucking know. Het is een spiegel. Is dit voor je auto of zo? Oh ja. Nog een hoesje voor. What the fuck is dit voor auto? iPhone 1. iPod, ja. Dingen wat je op kan plakken. Echt geen idee. Dit is een... wat is dit? Dat is een hele goede vraag. Dit is een onderbroek. Nee. Dit is denk ik voor op je hoofd. Nee. Dit zijn van die kousen. Dit zijn helemaal die kousen. Maar dit is wel leuk voor een Halloween pak. Zo met z'n veerster of zo. Dat wilde ik. Sarah z'n veerster. Weet je wel van de eerste letter van je naam. Oh, leuk. Maar die zijn wel een beetje klein. En ik weet niet wat dit is. Dit zo. Wat is dit? Wat is dit gewoon? Nog een hoesje. Voor een of ander. Hé, oh. Hey, is dit niet jou? Was dit niet jouw telefoon? Heb jij deze? Een hoesje. Nou, ik heb hier nog meer stickers. Er ligt hier een hoop. Hier zit niks in. Gevolg. Dit is gewoon een prank. Hier zit niks in. Dit zijn hele... Nou, niet eens hele lelijke oorbellen.
Dan hebben we hier een speld. Die is echt heel lelijk. Oeh. Mondkapje met de naam, met de letter S. It's meant to be. Oh mijn god, Stan, dit is best wel leuk met de S. Prima. Een pen. Ja hoor, we gaan weer met onze hoesje en screen protector. Ik weet niet wat voor telefoon dit is, maar het is ook een heel lelijk hoesje. Ik heb hier een USB naar geen idee adapter. Dit zijn allemaal rare dingen. Dit zijn allemaal rare dingen. En dat was het laatste pakketje. Moet je dit by the way zien. Het is gewoon een stapel met allemaal zooi erop. What the fuck. Oké, jongens, ik heb het allemaal een beetje uitgezocht. Dit gaat allemaal naar de kringloop. Want ik wil het natuurlijk niet weggooien. En dit zijn de dingen die ik hou. Ik heb deze panda dingen voor mijn neefje. Want mijn neefje houdt van panda's. En een tractortje. Ja, het autootje vind ik ook allemaal leuk. Dan hier dat iPhone 12. Screen protector met allemaal van die wipes. Dat je het kan schoonmaken. Die McDonald's beanie vind ik ook best wel grappig. Gewoon als ik hier naar de McDonald's ga. Die make-up sponsjes dus. Deze oorbellen vind ik niet eens heel lelijk. Die kunnen best leuk staan op een zilver jurkje. Ik weet niet wat dit ding is. Maar ik heb allemaal Apple dingen. Dus het ziet er op zich best handig uit. Dan glow in the dark vlinders voor een feestje of zo. Dacht best wel grappig. Ik vind oprecht die Pikachu sokken best wel grappig ook nog. Ook wel leuk. Zo'n slaapmasker heb ik niet. Dus... gewoon YOLO. Van die kleine elastiekjes zijn ook altijd handig voor in je haar. Voor kleine vlechtjes en zo. Een scrunchie, een klem. Ja. Dit zijn allemaal voor. Gaat gewoon in de verkleeddoos. Het zijn van die skelethanden. Ik dacht, ja, verkleed iets. Zo'n nerdbril. Die pony. Dit mondkapje is oprecht wel leuk. Hier van die witte handschoentjes. Deze bril. Fancy op een festival ook. Fucking grappig. Dan hier een oplader voor JBL box en zo. Dus nou, dit gaat in een verkleeddoos. Heb ik hier nog ballonnen. Dat is altijd goed. Oh, dit klopt hier niet. Dit moet weg. Dan hier verf. Dat is ook niet altijd fout. Ik dacht misschien klittenband. Misschien heeft mijn vader dat ooit nodig. Hij is echt van het klussen namelijk. Dan hier dat je zo eyeliner kan tekenen. Wil ik best wel uitproberen. Die oogschaduwpalet heb ik 2 keer. Maar best goed gepigmenteerd. Daar hoort dit bij. Dus ik dacht, dat kan ik altijd nog iemand anders geven. Ik dacht, dit kan misschien wel aan mijn moeder geven. Want die maakt allemaal handgemaakte dingen. En dit is vet leuk voor op een taart een keer. En hier kun je dus een sushi mee maken. Dus, oh, en hier nog washi tape. Dus dit zijn eigenlijk dingen die ik hou. Oh, en Stan heb ook nog een AUX-kabel er liggen. Oh, die condooms. Ik ga stuk. En die AUX-kabel en een oplader. Die gaat hij gebruiken. Dus ja, dat is eigenlijk uiteindelijk wat er van is uitgekomen. En dit is allemaal zooi. Dat naar de kringloop gaat. En ik ga gewoon geven van, yo... ik heb hier allemaal zooi en je kijkt maar wat je ermee doet. Oké, jongens. Het is echt niet normaal hoeveel hier tussen zat. Het is echt, ik ben helemaal overgeweldig. In ieder geval, het is echt niet normaal veel. Het is echt zoveel bullshit. Sowieso, ook al heb ik er niks aan, ik vond het echt gewoon super leuk om dit te doen. Gewoon alles uit te pakken. Alles is eigenlijk gewoon een soort nieuw cadeautje, een nieuwe verrassing. Dus ik hoop dat jullie de video ook leuk vonden. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog achter te laten. Vergeet ook niet op mijn kanaal te abonneren. En natuurlijk te volgen op Instagram. Het staat voort. Ik vond het heel erg leuk. Het is hier bij mij in de buurt. Dus zeggen jullie doe een deel 2. Dan doe ik dat sowieso. En dan heb ik heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!